Heel veel dingen veranderd. Ik heb eventjes een nieuwe game gestart. Er is geen vrachtwagen meer. Er is geen bus meer. Dus ik weet niet waar die zijn gebleven. Maar jullie moeten mij wel helpen. Oh ja, Permanent Death uit. Goeie. Goeie Gerrit, dankjewel. Ja, dan kunnen we beginnen denk ik, hè. Ja, gamesjes. Oh wacht, ik moet nog een eer tussen. Gamesjes. Zo. Ik weet niet wat de bus is. De bus is er niet meer. Nou, dan gaan we jongens. Let's go. Oh, wat irritant dat in mijn rechteroor. Een lelijk kind. Lekker bevallen achter in de auto, jou hoor. Ik denk dat er staat Zomer Finland 1906 blokje was geboren. Jo hoor. Oh, wat leuk. Oh, ik moet even mijn chat erbij hebben, want OBS loopt weer vast. Ik weet niet wat dat is. Is dit het volkslied van Finland of zo? Stopt dit of moet ik dit zelf skippen? Moet je zelf skippen? Dat denk ik ook. Je hebt nu een oom. De bus en de vrachtwagen zijn van hem nu. Oké. Oké, okay, als het goed is werkt mijn stuur ook. Ook mijn H-shiften, hoop ik. Ik heb het geprobeerd, dus we gaan het zien. Dan zijn we na 6 jaar terug met Mice & McCar. Ik weet dat we nu ook een... hoe heet dat? Dat we nu shit moeten betalen. Stroom moeten we betalen. Ik weet dat als je de... dit ding aan laat staan, dat de brand kan worden gevormd. Dus deze laten we mooi uit, want ik weet wel hoe dat gaat. We kunnen gewoon douchen, dus dat is ook goed. Ja, waar gaan we mee beginnen? Want we moeten, dit is dus onze auto in de blauw. En we moeten alles opbouwen. Maar echt alles. Echt alles. Je hebt het subframe, de schokbrekers, de remmen. De stuurassen, het hele zooitje, het dashboard, de motor moeten we helemaal in elkaar zetten. Dus daar zijn we echt nog wel even mee bezig, voorlopig. Voorlopig is die auto nog lang niet klaar. Maar eerst wil ik eigenlijk, als het even kan, wil ik de bus halen. Waar kan ik de bus halen, jongens? Oh, eens. Waar kan ik de bus ophalen? Ja, ik weet dat de trekker die staat erachter, dat weet ik. Maar waar kan ik die bus ophalen? Het busje. Waar is die? Is dat hier dichtbij? Moet ik een end rijden? Of wat is de bedoeling? Want wij zitten nou hier voor mij, dat middelste puntje, daar zijn wij nu. Waar is je oom? Of waar is onze oom, dat moet ik eigenlijk zeggen. Er is nog een huis in de buurt van je huis. Daar hoort hij buiten te zitten. Ja, en welk huis is dat dan? Want ik weet dat hier een huis is. Dus ik, misschien dat hier onze oom zit. Elke zaterdag... Nee, volgende week zaterdag heb ik mijn nachtdienst. Op het werk. Dus volgende week zaterdag is er sowieso geen stream. Oh god. Het begint dan met de ring ook nog.
Nou hoop ik niet dat ik voor mijn bek word gemapt door onweer. Want je kunt dus geraakt worden door fucking onweer. 100% dat dat mee gaat gebeuren. Turbo. Dat flesje mag die houden. Je moet eerst de bestuurdersstoel installeren, zodat de timer triggert en dan zou die na een tijdje moeten spawnen. Maar waarom moet je dan eerst je bestuurdersstoel neerzetten? Wat heeft dat te maken met je oom? Ja, zullen we dan maar gewoon beginnen met de auto in elkaar zetten? Zullen we daar maar mee beginnen dan? Want we hebben wel iets eten, we hebben iets drinken. Alleen, we moeten wel naar het dorp zien te komen. Dus ik moet eerst de bestuurdersstoel moet ik eerst triggeren. Maar dan doe ik wel eerst even... Ik weet natuurlijk niet hoe ik het moet bouwen. Kijk, wat ik kan doen is op deze manier. Gidsen. Ja, je hebt de motor, maar weet je hoe ver dat rijden is? How to install mods. Engine diagnostics. Walkthrough, denk ik. De 12-minute engine. Car built with sizes. For the whole game. Ik moet even de gids hebben dat ik weet hoe ik die auto moet bouwen. Ja, ik denk dat dat die is. En dan moet die uit. En dan zou die hier ergens tussen moeten zitten. En dan... Ja, ik ga wel de gids erbij pakken. Want anders wordt het niet wat. Een dag of vijf pas. Moet ik daar helemaal met dat klote moordertje helemaal naar de stad toe? Dat wil toch niet? Ik kan dat... Ik kan die zak niet eens vasthouden. Ja, maar dat is de engine. Ik moet eerst het huis hebben. Of het huis, de ding zelf. Building guide, step by step. Ja, maar... Heeft hij dat niet gewoon opgeschreven? Ik weet dat er vroeger altijd eentje was. Dat kon je het gewoon zien. Ja, we kunnen wel met. Dat is wel, we kunnen wel met de boor trouwens naar het dorp. Dat is wel een goeie. Including custom parts. So further and some money. This guide. Killed you. Description. We zeggen nou eerst dat we dit allemaal moeten kopen. Maar zullen we dan eerst met de boor naar het dorp gaan dan? Laten we dat dan maar doen. We hebben een klein beetje geld. Dus we moeten eten hebben. We moeten een biertje hebben. We moeten... motorolie hebben. De fanbelt moeten we hebben. Oh ja. Jerrycan, goeie. Zullen we ze alle twee meenemen? Oh, dan moet ik heel de tijd heen en weer lopen. Maar waarom begin je gewoon niet meer met die bus en die vrachtwagen, joh? Dat was veel beter. Maar... Wat hij zegt wel, ja, je kunt wel hier naartoe, maar hoe de fuck... notice that you will need... You need to the store. You can chop logs and bring it in. You can do bring killjoy discard, but notice that you will need only 6 packages of sugar, not 9. Or you can play Vetney, but... 820. You may also want to bring envelope to the store. She buying upgrades. Yeah, yeah, yeah. As you reached, fill both jerrycans. Open your cap. Use pour 91 into the gasoline and jerrycan into the diesel. Yeah, that's not big. Nou, dan doen we dat wel eerst. Een dopsleutel set. Hey, waar is die brochure gebleven? Die lag toch altijd hier. Waar is die brochure gebleven? Ja,
Ik ga mijn best doen, Ajax. Goedenavond. Waar de fuck is die brochure? We wegen 80 kilo. In de garage. Oh ja. Oeh, wat een nare. Dat is niet zo. Hey, er zijn nieuwe banden. Ja, ik zit hier van Skrull te bekijken. Zijn er eigenlijk allemaal nieuwe. Waarom is dit zo wazig? Dus ik moet die hebben. Nou, dit is ook nieuw. Dit is nieuw. En dan wil ik eigenlijk die ook wel hebben, maar dat is erg duur. Want die is al 300. Ja, dat is dan. Nou, laten we meenemen. Moet ik nog meer bestellen? Ja, zeker Wouter, zeker. De bestuurdersstoel. Seat driver, seat passenger. Maar wat heeft dit mee te maken eigenlijk dan? Oh. Kijk, hoe werkt het ook alweer? Wat ging er ook weer aan surfen, dacht ik, hè? Surfen. Waarom regent het nou alweer? Het was geen surfen. Acht. Nee, ook niet. Een 9 dan. Zover ik weet, alles moet ook heel strak zitten, want anders gaat het niet goed. Dan zit er hier nog eentje. En dan zit er hier ergens nog eentje. Ik had hem. Oké, dan zit die in ieder geval op zijn plaats. Alright, dan moeten wij deze meenemen in het bootje en de diesel denk ik ook, hè, voor de trekker. Dat is misschien wel handig. Let op, ik word zo meteen toch geëlektrocuteerd door dat stomme onweer. Goed de set, Michael. Oh, wat moet ik net lopen. Maar dan moet ik wel even weten van, ik weet dat de antenne, als we naar de antenne gaan, dan gaan we naar het dorp. Maar hoe weet ik dat ik weer terug moet? Ik hoop dat er genoeg mengsmering in zit, ja. Zo. Gewoon weg hier bij de water. Nee, de MSC editor heb ik niet, maar dat wil ik eigenlijk ook niet gebruiken. Ah, de map weet ik wel een beetje. Maar hoezo heeft dat poepige nou al enorme honger?
De diesel ligt volgens mij bij de trekker. Oh, 100% dat ik zo meteen geëlektrificeerd word. Nou, het lijkt me niet handig dat wij met de boot, als het onweer, dat we met de boot moeten. Op water. Dat lijkt me niet heel erg verstandig. Dan moeten we even wat drinken zo. Voor mij ligt hij hier. Deze nemen we ook mee. Je moet wel die envelop meenemen trouwens. Je kan ook maar één ding tegelijkertijd meeslepen, hè. Maar ik ga gewoon de hele stream uploaden naar YouTube, hoor. Ik skip dan wel het intro. En dan upload ik hem gewoon. Ja, dat wist ik van. Oh, ook van water, ja. Laten we eerst even wat gaan drinken, want hij is nu alweer rood. Ja, maar we hoeven nou nog niet eten. Ik wil toch eten halen bij het dorp. Ja, maar dat visnetje doe ik nog niet. Ik wil eerst even naar het dorp toe, even wat dingen halen. En dan gaan we langzamerhand met beginnen met de bouw van de auto. Oh, wat een rust. Maar hoe weet ik nou... Kijk, want ik weet dat we naar die antenne moeten om naar het dorp te gaan. Maar hoe weet ik dat ik weer terugkom? Dat is ook wel eventjes handig om te weten misschien. Zo. Nee, ik moet wel een landmark... Kijk, wat ik net zei. Een landmark om naar het dorp te gaan is naar die antenne. Maar wat is de landmark weer terug naar huis? Volgens mij heb je op een gegeven moment heb je een bomen, zeg maar, met een soort U. En die kant moet je op. Dacht ik. Tenminste, dat was vroeger zo. Ja, de overkant van de antenne, dat snap ik, maar. De dirtness gaat wel heel snel omhoog. Dan begint het alweer te regenen. Die envelop moeten we meenemen. Had ik dat al gedaan? Maar laten we die doen. En die. Dan nemen we die mee. Dat in het bootje. En dan, ja, moeten we gaan douchen? Wacht, laten we gaan douchen en dan gaan we weg. God, ik schrik me de tyfus. Kunnen we niet drinken onder het... Nou ja, maakt het niet uit. Zo. Ik vind het wel even zo, genoeg zo. Ja, je kan inderdaad wel douchen... of plassen onder de douche, inderdaad. En dan nemen we die weer. Schat, vind je het leuk? Maar het valt nu nog meer, Bas. Het valt nu nog meer. Topografisch, ja, maar is lastig, hoor. Ik moet dat eigenlijk ook even doen. Even de koffie drinken. Ik hoop dat er genoeg zooi in zit. En ik hoop dat we genoeg geld hebben. Alright. Ik hoop
hoop niet dat we die envelop kwijtraken. Hoe werkt dit? Oké, wacht even. Hou eens. Hoeveel diesel zit er nog in? Oh, zat. Let's go! Oh, als het nou gaat regenen, jongens, hebben we een heel groot probleem. Goed onthouden, jongens. Hier heb je zo'n soort U, daar moeten we heen. Dat ding ook hard, man. Nee, de brief ligt er wel. Die ligt hier. Nee, voor mij heeft deze maar... heeft maar één versnelling. Die boord. Je hebt één is vooruit en achteruit heb je. En dan gaat hij achteruit, maar ik kan niet verder klikken. Hij heeft er maar één. Kijk, daar moeten we heen. Naar die U, zeg maar. Onthouden. Let op, en dan moet ik zo'n end lopen, joh. Ja, man, ze hebben een boot, ja. Let op hoor, ik moet zo'n end lopen. Nee, ik speel dit weer de eerste keer na 6 jaar, Erik. Dus ik heb geen idee. Ik zie daar een jetty. Ja, dat weet ik, Oliek. Ik heb 6 jaar geleden deze game ook gespeeld. Ik weet het meeste wel. Moeten we hier zijn? Ja, hè? Stop maar. Dan hoop ik dat hij blijft liggen, dat boordje. Oh, hij drijft niet weg, dat is fijn. Goed, laten we die meenemen. Voor mij zijn we er. Dacht ik. Oh, zijn we er wel? Is dit wel de goede plek? Voor mij zijn we niet goed. Volgens mij zijn we niet goed. Volgens mij moeten we meer die kant op. Dit klopt niet helemaal. Is dit het eiland? Ik moet die kant op, hè? Of moet ik naar links? Voor mij moet ik meer die kant op, want het dorp ligt in de hoek namelijk. Dan gaan we, als we de sleutel van de vrachtwagen kunnen krijgen, dan gaan we de vrachtwagen terug, hoor.
Hey Stefan. We hebben ook geen drinken, we hebben helemaal niks, hè? Nee, 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 want het dorp zit links in de map. Als het goed is, gaan we goed. Want het dorp zit links in de map. En rechts in de map zit Loppen. Ja, stond aan de map. Ik zie geen map. Godver. Dankjewel Stefan voor jouw 250 bits gunshot. Hè? Ja, ik schrok. Kan ik deze even opslaan? Kan ik dat verliezen? Ja, daar is het eiland. Daar. Ik ben bang dat we te laat zijn. En anders moeten we maar wachten. Eerst die auto bij elkaar zetten totdat we het busje kunnen krijgen. En dan met het busje naar de winkel. Maar voor mij zijn we er bijna. Want als het donker is, daar is de kerk. Als het donker is, wil je echt niet op het meer zijn. Echt niet. Nou, dat begint al donker te worden, heb ik het idee. Even kijken waar ik heen moest. Let op hoor, ik heb weer pech dat de boel dicht is. Hier is de kerk. Allemaal moet ik zo ver lopen. Denk ik. Oh shit, ik ga veel staat. Nou ja, als we er maar op kunnen komen. Let op, en dan kom ik niet weg. Alright, laten we die eerst even meenemen. Waarom ren ik zo traag? Hier staat een auto. Ik denk dat we te laat zijn. Mochten we te laat zijn, jongens, dan denk ik dat ik hem nog dan opnieuw start en beginnen gewoon met de auto terwijl we de bus hebben. Even kijken hoor. Oh, wat een lopen. Ja, ik weet het niet hoor. Wat denken jullie, chat? Gaan we het halen of niet? Ik denk het niet. Mm-hmm.
Kan ik Boe meneer niet vragen? 100% dat ik te laat ben. Hallo. Oh, we zijn er nog. Goedemorgen, je het kan. Ja, goeiedag, Jim. Ik wil die hebben, ik moet die hebben, ik moet die hebben, die hebben. Die moeten we hebben. Sparkplugs. Minun pitäisi tuo pupi alkaista ihan kohta. Okei, okay, niin. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Duizend ning ningtig. Oké, okay, dan leg ik het even hier neer. Ik heb een paar jatko. Ik leg het even hier neer, want dan hoop ik dat we die vrachtwagen kunnen krijgen. En dat we niet te laat zijn. Batterijen? De lottery ticket, cigarettes. Car light bulb. Car battery. Maar die hebben we volgens mij al. Brake fluid. Hebben we ook nodig. Ja, dankjewel. En accu hebben we volgens mij al. Waar is die vrachtwagen? Hier denk ik, hè. Waar staat die vrachtwagen, jongens? Moet ik die kant op of die kant op? Oh, daar staat hij. Oh, kut. We moeten drinken. Maar hoezo gaat dat zo snel? We gaan door met van het dorst, hoor. Oké, okay, dan sprint ik maar even niet. Moet hij hier naar binnen en de sleutel vragen, denk ik. Godver. Ze zijn dicht. We kunnen hem niet starten, hè? Ik schrik met een pest. Nee, dat wil niet. Maar dan stel ik liever voor, jongens, dat we beginnen met de auto. Dan beginnen we opnieuw. Dan gaan we de auto bouwen totdat het busje er staat. Want dit werkt niet. Ja, maar er was geen sleutel, hè? Ja, laten we maar opnieuw beginnen. Yes. New game. Off, begin. Want anders heeft het... Anders kom je toch nergens? Maar hoe is die man dan zo snel... Als die doet, hallo? Waar staat favorieten eigenlijk? Hoe is die man daar zo snel daar gekomen? Alright, we gaan beginnen. Laten we eerst even dat geld pakken. Want onze oom die is er nog niet. Maar wat heeft de bestuurdersstoel nou te maken? De bestuurdersstoel nou te maken dat je oom eerder komt? Wat is dat voor iets doms? Ik wil die. Wil ik niet hebben.
Hi, Tinus. Maar nou gaan we dus eerst de auto bouwen, voordat we naar het dorp gaan. Ik wil eerst een busje hebben, want anders kunnen we echt nergens in. Dat werkt niet. Je moet een bepaald onderdeel installeren. Heel vreemd. Alright, dan nemen we deze mee naar buiten. Gaan we beginnen met bouwen. Hey, waar is die olieton? Het was volgens mij nummer 9. En dan die. Oh. Zo. Je hebt dit toch ook wel eens gedaan, Tinus, of niet? Ik kan me herinneren dat jij dit ook wel eens hebt gespeeld. Dacht ik. Alright. Dan, als ik het goed heb... waar staan de... favorieten dan? Talwijzigen. Auto install mods. How to build the Satsuma updated. Dit is ook niet echt. Activiteiten. General guide for the whole game, dat was hem niet. Oh, activiteit. Oh ja. Nice. Ja, dit hebben we allemaal nodig, maar dat komt vanzelf wel. Ik wil eerst even de boel bouwen. Maar hoezo? You can find fifth wheel. The preparing the wheel. Stock wheels won't pass car inspection because of bad tires. Buying upgrades. Ja, maar dit wil ik. Ik wil gewoon weten hoe ik dat ding bouw. Kijk. Place the float jacket on the screenshot. Ja, dat wist ik. Dus dit ding moeten we. Dit ding moeten we meenemen. Hoezo? Oh, ik heb hem vast. Ja, hij moet omhoog. Alright, en dan? Oh ja, de trekker kun je ook gebruiken, zegt hij wel. De toolbox. Ja, dat weet ik. Subframe. Subframe 10 mm keer 4. Dus dan moeten we het subframe plaatsen. Oh! Stefan, dankjewel. Tenminste... Of heb ik hem verkeerd om? Nee. Waarom past hij niet? 90 graden draaien. Zo. Oh, ik had hem. Dan moeten we nummertje 10 hebben. 10. En dan zitten ze hier.
Alles moet namelijk goed vast worden gedraaid. Anders gaat het helemaal fout. Zo. Want dit duurt het langst, hè? Het bouwen van de auto. Dat duurt echt lang. Oké, subframe. De wishbone, 10 keer 2. Front right, dat is deze kant. Ja, zorg ervoor jongens dat je ze echt goed vastzet, want dan gaat je nekken. Want dan raken ze los op een gegeven moment. En dat wil je niet. Wat is de schat? Hè? Ik zei, wat is de? Oh, niks. Ik moest even zuchten. Oh. Wishbones, de spindlers. 12 mm. Dat zijn deze voor mij. Ja. Ik denk als je gewoon die gids erbij hebt, dat het best wel snel wil gaan hoor. Even kijken waar dit hoort. Oh wacht, dit is front right. Die hoort hier. Ergens. Oh, ik had hem. Even kijken, waar zit dat vast? Zit dat met één schroef vast? 12 mm, één iets, ja. Ik zit met eentje vast. Zo. Ja, maar je zou toch echt je auto toch echt moeten bouwen, toch? Ook al is het slecht. Ze liggen er niet voor niks, toch? Disc brakes, put the disc brakes. Do not tight them yet, staat er. Oké. Okay. De disc brakes. Oh, is dat zo? Toch wel, schat? Ja, ja. Oh, kut. Waarom is dit zo weird? Pak hem gewoon. Ja. De half shifts. 14 mm. Dat zijn deze. En dan eerst even vast maken. Ik weet niet waar die precies vast zit. Hier denk ik. Of is dat van de disc brakes? Ja, nee, dat is er wel. Zo. Oh, wacht. Ik moet eerst die andere shaft hebben. Wat maakt er nou zoveel lawaai dan, die koelkast? Ja, maar dan kunnen we gewoon even rustig die auto bouwen. En hopen dat die kill zo snel mogelijk komt. De steering rack, 9 mm. Steering rack, dat is die toch? Steering rack. Dat moet achterin, dacht ik. Uh, 9 mm.
9. Jongens, om 10 uur gaan we dit voordoen. Met Petje. Dan weten jullie dat vast. Om 10 uur gaan we dit voordoen. Ik weet niet of Kevin meer doet. De struts. 9 mm bottom. 4 keer bottom each. Dat zijn die veren. 9 mm, die hebben we toch? Ja, we hebben 9. Strut front left. Deze moet voor mijn soor. Of moet die. Nee, oh, ik had hem. En dan at the bottom, zei hij. 1. 2. 3. 3. Er waren er 4, zei hij. Alright. Ben je trots op mij, Michael? Dat vind ik fijn. Kijk, want dit vind ik niet zo erg, dat bouwen. Dat, god, dat maakt me niet zoveel uit. Maar als we straks de weg op moeten, dan wordt het helemaal spannend. En dan hopen dat we zo snel mogelijk die bus hebben, want dan begint de game pas eigenlijk, hè? Alright. Dan hebben we de... Oh, aan de bovenkant ook nog 10 mm keer 3. Kun je ook zo snel vergeten. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, hoe lang dat gaat duren. Zo. Maar wat een nieuwe volgers, jongens, dank jullie wel. En was er al een resub trouwens? Ja, Giel. Dat had ik normaal niet. Giel, dank je wel voor je resub, man. Nog één resubje of een subje, dan geef ik er weer eentje weg. En ik hoop ook, jongens, dat we binnenkort de microfoon en zo kunnen bestellen. De mixer, de microfoon. Ik ben daar best wel hype voor, moet ik zeggen. Ook gewoon hoe het geluid is en zo. Even kijken, steering rods. 12 mm één keer. 12. Steering rods, dat is deze toch? Een shock absorber, steering rods. Front right, dat is hier. Waar hoort hij eigenlijk? Oh, hier. Oh, what the fuck? Oh, hij trekt zich natuurlijk strak. Dat is ook zo. Nee, dat klopt, Mike. Ik had dus even gekeken. Wat ik dus nodig heb, is 700 zoveel euro. We moeten nog een kleine 100 euro en dan kan ik het bestellen. Als we geluk hebben. Ik had hem net. Hallo? Gifted sub. Thank you. Stijn, wat doe je? Stijn, die doet 5 gifted subs aan Kjell, Zwijntje, Johnny, Chris en Master Polovan. Resub. En Stefan doet ook nog eens kijken. 9 maanden resub. Dankjewel, Stefan. We hebben een Twitch baby. Hoe gaan we hem noemen? Dankjewel, jongens. Dankjewel, Stefan. Stijn, jeetje. Dankjewel, man. Wat lief.
Wat goed. Dan zal ik ze ook even een subje weggeven. Dank jullie wel, jongens. Wat lief. 8 mm keer 2 steering column. Dat is deze. Ja. Pang lijkt me een goede naam, ja. Dan moet ik er even in zitten. Waar de fuck moet die eigenlijk in? Oh, aan de binnenkant. Oh, ik had hem. Ja, en dan 8 mm keer 2. Zo. Oh, durf Patrick geen devoor meer te doen. Zo. Steering column. Moving the rear suspension. Oké, dan gaan we nu naar de achterkant. Hoezo kan ik dit ding gewoon niet gewoon even normaal vasthouden? Floor jacket. Hoe pak ik dat vast? Oh, ik heb hem. Via Twitch kun je hem inderdaad ook terugkijken, klopt. Oeh, hij moet eigenlijk iets meer... Zo. Iets veiliger. Oh, ik mag niet schelden, sorry. Jezus. Jumpscare, dankjewel. Hoi. True arms, 12 mm, twee keer. En dan nog eens, dankjewel. Er nadert een hype train. Dankjewel. Rear left. Dus dat is hier. Hoe moet die staan? Oh, ik had hem. Die. En die. Die zit ook vast, maar die andere nog. Dankjewel, Stefan. Ja, het is je gelukt, dankjewel. Stijn, heel erg bedankt voor je 45 subs, hè. Super tof, dankjewel, man. Super lief. Ik zal zo er nog even eentje weggeven. Zo. Dan hebben we de coil springs. Die hoeven we niet vast te maken. Kijk, dit bouwen, dit kost denk ik het meeste tijd. Maar het rennen, jongen, dat kost zoveel thirst. Maar kan je nagaan, hè? Ik heb het idee... Kijk, de zon is nou daar. Ik heb het idee dat de zon nou veel minder snel daalt dan dat wij onderweg waren naar het dorp. Dat kan ook aan mij liggen. Shock absorbers. 12 mm en 6 op de bottom. Dus dan moeten we eerst even 12 mm hebben. What the fuck? Twaalf.
12. Op de top. Hallo? Daar zit hij. Doen we gelijk ook even die andere. Ah, langzamerhand komt de auto wel bij elkaar. Maar die motor, jongens, dat is echt een dingetje om die in elkaar te zetten. Oh god, dat grote klinkt niet lekker hoor. Wat gebeurt er? Is die van de dinges afgemieterd? Hoe krijg je de vrachtwagen? Ja, dat moeten we straks ook even checken. Zo. Dan moeten we nog 6 mm keer 2 op de bottom. 6 mm. Dat is die kant en die kant. Ik blijf het herhalen, jongens. Zorg ervoor dat je alles echt goed strak aandraait. Want als je dan een keer, als je dat niet doet en je bent een keertje onderweg, dat in één keer het soortje loslaat en dan heb je een heel goed probleem. Of vandaag we gaan rijden met de auto, dat weet ik niet hoor. Zo. Drum brakes 14 mm. 14 mm. Dan hebben we, volgens mij, hebben we dan deze dingen hebben we eraan vast. Dus dat is goed. Maar waar zijn de banden eigenlijk? Ik zie de banden niet. Oh god, ik weet het weer. Die moeten we zeker weer ergens ophalen ofzo. Ja, heerlijk hè, Tinus. Alright, the wheels. Ja, maar waar zijn die wheels dan? Ik zie geen wheels. Dan moeten we weer naar boven. Preparation. Oh, telefoon. Hallo? Hei, olen Simo Kumppani Lehdestä. Minulla olisi juuri sinulle ainutlaatuinen Kumppani-lehden tarjous. Tämä uskomaton tarjous on voimassa ainoastaan tämän viikon ja ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti. Yeah. Ensimmäiset 3 kuukautta saat lehden täysin ilmaiseksi. Sen jälkeen seuraavat 2 kuukautta saat uskomattomaan hintaan 9,95 € plus toimituskulut. Ja, geen idee wat die keldult. Preparing the wheels. Stock wheels won't pass car inspection because of bad tires. You will need to change them at the fleeteries. Fleetery work from 8 to 4 on the weekly. You can repair maximum few wheels at a time, so for far you have to visit him twice. Fifth wheels unnecessary, although wheels tend to wear and puncture. Only standard or grommet covered. Also got long coil springs. You can find them behind the green car body. Don't use them before the car inspection. They will feel it. The wheels with the new tires, by the way. Maar waar kun je die banden vinden dan? Ik zie hier alleen velgen. Waar haal ik die banden weg? Daar staat er weer niet bij. Maar dit is ook 5/12/2017. En als de banden erop zitten,
Dan kunnen we hem naar binnen duwen en dan kunnen we met de motor aan de gang. The basic wheels are on the right side of the attic in the abandoned house in Lop. There you should move as close to the walls as possible, because they can kill you with hornets. So when you hear them... Ja, maar dat slaat er helemaal nergens op. Kunnen we ze niet inspawnen? Want we hebben die bus nog niet eens. Waar is het in game? Half 8. Ja, dan moeten we MSC Edit gebruiken, anders we moeten ze helemaal ophalen. Hè? Dat is wel echt een ding. Maar überhaupt ook hoe? Is die kelder al? Nee. Wacht, ik sla eerst even op. Dan gaan we terug naar het menu. Dan we kunnen wel even naar kijken. Even kijken hoor. You must be locked into the... Moet je ook nog inloggen? Wat is dat nou weer voor onzin? MSC editor, maar moet ik die ook nog ergens inzetten? Ja, ik zag het via Next, maar ik heb het nu via een andere. Ik heb keer 64. En dan launch game Steam. Ik weet het niet hoor. Zet ik hem even aan die kant. Ja. Continue. Hey dan, goedenavond. Oké, en dan? Open. Niche safe. Welke moet ik openen dan? Tools should be overcrafted for the first launch. Default ES2 file. Ja. Ik wil ook niet de game kapot maken namelijk. Zit ook niet op te wachten. Piston, wheel GT, steering wheel, wheel steel, wheel GT, wheel GT, flywheel, steering wheel, wheel damage, wheel GT1, wheel steel, mm-hmm.
Hoe werkt dit dan? Maar hoe werkt het dan? Dit hebben we nou even niet nodig. Dutch cover play, clutch cover play, maar ik zie niet überhaupt iets om te spawnen of zo. Dat staat hier ook niet bij. Ik kan hier ook aangeven welke. Even kijken. Teleport objects. What to teleport? Tools? Teleport objects, ja. Yeah. Toilet Island. Compost cottage. Tools teleported and steel wheels. Ja, maar ik moet even kijken. River grain home. What to teleport? Steel wheels. Steering wheel zie ik. Sledgehammer. Garage, driveway. Kijk nou. Wheel steel 1. Apply. Er spawnde iets, volgens mij. Of niet? Of zag ik dat nou verkeerd? Ik dacht dat ik iets zag spawnen. Waarom moet ik dan eerst uit de game gaan dan? One unsaved change staat, hij is rood. Steel 2, apply. Garage driveway. Wheel steel 3, apply. Wheel steel. Wheel steel 4. Apply. En dan? Moet ik nou eerst uit de game dan? Maar moet ik daar opslaan of moet ik gewoon weggaan, Gerrit? Game save en dan uit de game. Oké.
Maar gewoon uit de game, ik hoef niet de hele game opnieuw op te starten, toch? Maar waarom hebben ze dat zo ongelooflijk lastig gedaan, dat die banden er niet gewoon liggen? Godver. Dankjewel Stefan. Let op hoor, ze liggen er niet. Nee hoor. Dat werkt niet. Ja, en dan denk ik van, ik heb er geen zin in. Weet je, waarom moet dat allemaal zo ongelooflijk moeilijk? Nou, laten we eerst maar gaan slapen. Ai, ai, ai. Als het zo ongelooflijk moeilijk moet. Oh, gaat die telefoon zijn af? Ik had hem eruit moeten halen. Ik zie geen shit, hè? Even serieus. Ik zie geen shit. Ik zie echt helemaal niks. Dat is mijn bureau. Dat is de deur. Ah. Ik kan ook gewoon niet meer slapen. Ja, klopt. Ik wou zeggen, het was veel meer. Het busje stond er. Kijk, dat je de sleutel voor de bus moet, dat vind ik op zich nog niet zo'n groot probleem. Alleen dat het allemaal zo moeilijk moet, dat je die, met die wespen en zo, ja, dat hoeft voor mij echt niet hoor. Oh, wat is het laat. Ik vind dat allemaal zo'n onzin. Maar hoe moet ik dat nou opslaan dan? Recht een putje, ja goed hè? Dan terug naar de game en dan liggen we weer. Hè? Je trap op. Ja, weet je wel. Ja. Oké, dan sla ik nog een keer op en dan moeten ze er liggen. Eerst stond alles. Kijk, wat ik zeg, ik vind het op zich niet zo heel erg om dat je een sleutel moet halen voor de beurs en een sleutel moet halen voor de vrachtwagen. Dat vind ik allemaal niet zo erg, maar dat je gewoon gelijk je spullen hebt. Ja. Doe gewoon niet zo moeilijk. Oké, dus de banden zouden er nou moeten liggen. Ik zie geen shit. Ja, ik heb MSC Edit, maar... Hoe zet ik dat ding aan? Oh, er moet een batterij in zeker. Maar waar liggen die banden? Ik zie echt geen shit. Waar moeten die banden liggen dan? Ja, maar waar kan ik op save drukken dan? Oh, save. Zouden ze er moeten liggen toch? Ik heb ook geen... je kan voor mij ook doorgaan naar stress hè. Hoe verminder ik mijn stress? Voor mij in alleen roken toch?
Deze keer schrok ik niet, Dines. Atana. Nee, en dan loopt hij te schreeuwen. Moet je niet doen, jenkeve. Satana. Moet je niet doen, jenkeve. Verkele, verkele. Moet je helvetti. Jammer, Stefan. Jammer, dankjewel, man. Maar moet ik het dan nog een keertje weer opnieuw doen? Wat een gezeik. Nou, ik probeer het nog een keer. Tools. Teleport objects. Kan ik niet gewoon meerdere dingen doen? Word je te teleport? Garage driveway. Apply. Tools. Teleport object. Wheel steel 2. Garage driveway. Apply. Teleport. Wheel steel 3. Garage. Apply. Wheel steel 4. Garage driveway. Apply. File. Save. Oké, nou is die gesaved. Dus nu moet ik eruit en dan zou het moeten werken. Banden liggen er hoor, gewoon bij de stoelen. Ja hoor. Misschien in stoelen. Dit is de achterbank. Hier liggen geen stoelen. Banden bedoel ik. Alright, we gaan nog een keer opslaan. Nou, ik zie geen banden hoor. Oh. Ja, maar dit weerhoudt mij nou om de game te spelen, weet je. Waarom moet ik die achterlijke banden ophalen? Want ik zie geen banden. Er staat Garrett's driveway. Nou, daar heb ik ze aan toegedaan. Druk ik op 7 en zijn ze er niet. Dat, ja. Hij er alweer? Nee. Ja, vroeger had je gewoon de banden in de schuur. Dan kon je ze gewoon aansluiten. Ik moet eerst uit de game. Nou, ik heb net opgeslagen, dus yes. En nou moet ik het nog een keer doen. Kijken of het werkt hoor. Als het niet werkt, ja, dan weet ik het echt niet hoor. Hallo. Ja! Banden! Ja! Nice! Nou, mooi. Ik wil verder. Dank u.
Lekker krikken. Met de MSC editor, Jeffrey. Ja, oké. Want ik neem aan dat het bouwen nog wel hetzelfde is. Lijkt mij. Carburetten, blok. Steering rods. Steering rods, dat hebben we gehad. De banden, 4 wielen, 13 mm, 4. Wat was het nou? 13 mm. Schatje? Ja. Mag ik drinken van jou? Ja, wil jij een pilsje met een kaasje voor mij ophalen misschien? Vanuit. Alsjeblieft. Was toch 13 of heb ik nou verkeerde gepakt? Oh, ik had 14. Maar zijn deze banden ook goed? Of moeten we andere banden hebben? Ze zijn wel erg versleten, lijkt het. Ja, de bouw is goed hetzelfde gebleven, dus dat is op zich geen probleem. Voor de inspectie zijn ze goed. Ja, want die inspectie heb je nodig om aan de rally meer te doen, hè? Alright, dan hebben we de achterbandjes erop zitten. Oh, er zit ook gewoon een band in het motorframe. Er komt niks dat er niet iets kapot is. Zit die wel goed? Nee. Dat vertrouw ik ook niet. Zo. Waarom passen deze er niet op? Nou ja, goed, dan mag gekanteld. Ja, weet je, het bouwen is op zich best wel leuk hoor, hoe dat werkt. Hoe dat in elkaar zit en zo. Want we hebben nu alleen de auto, de motor moet ook nog helemaal, hè. En zodra we de motor ook hebben gebouwd, dan hoop ik dat busje er is. Zodat we met dat busje naar het dorp kunnen toeren en alle zooi kunnen halen. Alright, nou, dat is mooi. Hey, feestje, we hebben de bandjes erop. Feestje. Alright, dan moeten we eventjes ietsjes die kant op drukken. Oeh, niet te hard. Oeh, niet het gat in. Stop. Godver. Help! Kut! Oh shit. Wacht even. Stop! Ik kan nog niet sturen. Wat is my winter car dan?
die goed zo. Voor mij staat hij wel goed zo, hè? Oh, ik druk hem zo hard. Maar waarom drukt hij hem ook weer 60 kilometer aan de andere kant op? Dat vroeg ik niet. Ik vroeg gewoon een klein stukje die kant op. Dan staan we er nou voor mij redelijk recht voor. Dan moet alleen de voorkant nog even een drukje hebben. Dan druk ik hem in één keer naar achteren. Waarom is het drukken zo moeilijk? Maar de banden zijn natuurlijk ook niet goed afgesteld, hè? Zo. Want hij moet helemaal naar voren worden gedrukt, omdat de motor er nog in moet. Oh, kut! Ja, maar wat is dit nou? Godver, wat een kutspel. Hij stond er helemaal recht voor. En alsnog flikkert hij in dat domme gat. Ja, die krijg ik hier never nooit meer uit, hè? Dat snap je. Nee. Hij stond er recht voor. Of ben ik nou dom? Die friek vind ik nog niet zo erg. Hij rolt er alsnog in. Waarom is die zo scheef? Hij moet nog meer naar links. Kutdeur. Ik druk hem heel de tijd te ver. Ja, er zit een hele deur in. Hoe is dat? Ik weet niet wie dat zijn. Het ziet er niet uit als Linda. Hebben jullie ons? Je wielen staan nog niet gelijk, dan moet je later bezig over. Ja, dat weet ik. Achterin, hè? Hoezo is er nou weer een deur achterin? Ja, hou maar. Alright. Move it to the garage. Take the plug and put it on the table. We leggen het licht even hier neer. Crankshaft. Rockershaft, crankshaft. Crankshaft. Nou gaan we de motor bouwen. Andersom. Ja.
Lars, kijk zo even in de editor bij Satsuma Report. Dan moet je even een paar motoronderdelen fixen, anders moet je ze opnieuw kopen. Dat kost veel geld. Maar dat moet ik pas doen als de motor klaar is, toch? Main bearings. Kijk daar wat voor deuk er al in zit. Hier aan de voorkant net zo. Die hele auto is ontvreemd. Mijn bearings 3,9 mm. Mijn bearings. Wat zijn deze voor mij? Doe maar een pilsje. Een? Pilsje. Met kaas. Met kaas, please. Ja, ze is al weg. Ja, zo. Hoop ik. Dit moet je doen voordat je de motor in elkaar bouwt. Waarom dan? Ben ik nou al te ver of kan ik het alsnog aanpassen? Maar... Dankjewel, Les India, voor de clip. Dus als ik nou naar... Tool Satsuma Report. Install parts 25 van de 215. Fixed parts 22. Damage parts 0. En stuck parts 0. Maar dan is het toch goed? Er is niks kapot, zegt hij nu. Nou, wat moet ik doen dan? Want hij zegt in principe... Satsuma Report. Wacht, ik zal het even laten zien. Wacht even. Oké, ik zal het even laten zien. Kijk. Tools, Satsuma Report. Er staat Loose Bolt 7, installed parts 25 van de 215. Fixed parts 22, loose parts 3. Damage parts 0 en stuck parts 0. Maar dan is dat toch goed? Ik hoop dat ze lekker zijn. Dankjewel, meisje. Ze ziet er een beetje... Wittig uit. Geitig kaasig uit. Hey Stijn, dankjewel voor je 300 bits, man. Oeh, een beetje een andere smaak. Ja, gewoon verwend. Maintenance. Oh, ja. Hier. Maar dan moet ik eerst opslaan. Jeffrey. Ik zal zo ook even een sub weg doen. Hoe laat is het eigenlijk? 10:00 in de ochtend. Is die kelder al? Het is om. Dan moet er een busje staan, toch? Of niet?
Alleen als er een busje staat, toch? Alright. Alleen deze staat nog niet gefixt. Die, Nou, maakt niet uit. Even kijken. 9 mm. Alles wel vast had gemaakt. Ja. De pistons. 7 mm. Ik denk dat ik hem nou, moet ik hem nou zo doen of? Ja, ik moet het blok omdraaien. De niche heeft verwijderen. Dan moet ik het blok eigenlijk zo omhouden, want ik kan hem nou nog tillen. Hoe moet ik hem omdoen? Hoi Jordi. Goed vastdraaien. Als er iets van het motorblok ontfermt, helemaal een probleem. Ik weet het niet, Ajax. Ik heb ook honger. Is het niet lekker van die kaart? Nou, niet zo lekker als van hier, Bob. Rechts onderin, Tom. Kun je de kwaliteit volgen. Zo. Het gasket. Die. Ik kan weer omdraaien. Als je schade hebt aan de auto en je verwijdert dat bestand in Amitec, is de auto weer heel. Oké. Cilinderhead, 7 mm keer 10. Ik heb nummer 7 toch? Ja. Deze. Cilinderhoofd. Wil je wasje? Wasje? Ja. Nee, dank u. Oh wacht, deze moet ik natuurlijk bovenop, wacht even. Dus we moeten zo hè, dan moeten we dit allemaal vastmaken. Nogmaals, zorg ervoor dat alles goed vast zit. Want het laatste wat je wilt is als je aan het rijden bent en er komt iets los van de motor. Om nog tillen. Maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. Maar hoe lang duurt het dan voordat die oom met zijn busje er is dan?
Ja, dat klopt, Ajax. Daar heb je wel gelijk in, hoor. Maar weet je wat ook kut is? Als je aan het rijden bent en hij doet het niet meer. Je hebt er heel veel tijd in gestopt en hij doet het niet. Dat is ook zonde. Maar ik begrijp je wel. Alright, die hebben we nou allemaal gehad. Volgens mij wel, hè? Ze zitten allemaal goed vast. Dan komen we bij de headers. Dat is 8 mm keer 5. De headers, dat was deze. Ja. Oh, de blok. Ook met die physics, het is vreselijk. Laten we eerst nog wat gaan drinken. En wanneer komt de stroom- en waterrekening dan? We moeten echt dat busje hebben, jongens. Het gaat niet lang goed zo. En we moeten echt... wat is dit dan? Oh, moet ik daar heel de tijd... Ik zet even deze aan uit, hoor. Moet ik daar elke keer op N drukken? Om dat stress te verminderen. Vooral de vluchtstrook gezien. Ja, dat snap ik. Ja, zo snel gaat dat niet, hoor. Ja, zorgt de sauna ook voor stress? Het lijkt mij toch ook. Ja, maar ik ben zo bang dat ding in de fik vliegt, jongen. Oh, als we maar uitzetten. Oké, dan moet je even wachten dat hij wat warmer is. Als we hem maar uitzetten. Zo snel zal het wel niet gaan, maar... deze moet die moest eraan vast. Maar hoe zit dat ook alweer? Help tevoren kijken. Zo gewoon... Oh, kat hem. Als zoals Skulder zegt... I had it then. Nou, 5. Ik heb er nou 3 gehad. Vier. En 5. Wie is Timo dan? Die shop-eigenaar voor mij, hè? De motorhoist. Place motorhoist like on the screen to fasten the engine to it. 10 mm times 2. Ja, dus nou wordt hij dus ook te zwaar. Engine rotation is important. And as you tighten those bolts, the engine will take the correct position. Dus dan moeten we deze nou zo plaatsen. Maar voor mij staat de motor wel zo goed om. Oh, Stefan, dankjewel.
weet niet precies hoe die om moet. Het lijkt me toch daar. Toch? Andreas, thanks voor de follow. Houthakken voor minder stress. Of moet hij daar tussen? Oh wacht, hij heeft de motor andersom, zie je dat? Hij heeft deze. Hij heeft de motor zo staan. Hij heeft de motor zo staan. Boink, klink. Die kant en die kant, klink. Kijk, nou hangt hij eraan vast. Oké, hij heeft hem dus zo omstaan. End rotation is important. And as you tighten the door's bolts, then you will take correct precision. Oké, de carburetten, 8 mm keer 4. 8 mm keer 4. De carburateur, dat is de alternator. Ik ben er niet zo heel erg in. Dat is de start, dat moet ik niet hebben. Dit is hem. Carburetta. Oh, die motor. Maar voor mij moet het aan de zijkant of zo, toch? Want dat gaat toch. Ja, waar zijn dat? Gaat op deze manier. Wacht, we kunnen hem nou ook even iets aan de kant doen, zo. Dan kunnen we er helemaal omheen namelijk. Iets hoger misschien. Je moet zo oppassen dat je de motor niet eraf laat kletteren. Hieronder nog eentje. Daar. Oké, dat is de carburateur. De rocker shaft. 8 mm keer 5. Keer 5. 1. 2. 3. 4. 5. Maar kijk ook hoe die uitlaat eruit ziet. En die olietank. Die zijn zo verroest. Sorry, ik begrijp het niet. Shit, voor de pest. Jezus, anders ik wel. Ja, maar dat klonk als de stem van Siri. In plaats van Google. Hè? Dat klonk als de stem van Siri in plaats van Google. Nee, dat was Google. Let's tune the rocker shaft. Take the screwdriver. Oké. There are 8 screws. Scroll each screw down at least 19 times. Can be more, and scroll it up 7 times exactly. Down, dus dat is namelijk 2. Er zijn 8 schroeven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus ik moet. Wat zei je nou? 19 keer naar beneden. Dus tenminste, down lijkt me 1, 2, 3, 4. Oh, hij gaat niet verder. Hij gaat niet verder. Maar dit is naar beneden, dus dit klopt.
Ik schroef hem nou omhoog en ik moet hem naar beneden schroeven, dus... ...19 en dan moet hij weer 7 terug. Alright. Volk! Hier kan ik het allemaal. Ik heb semmoista soita, että olisiko sulla tuo kalla? Onko sulla ollut katiska? Oh, vreselijk, mijn oma. Geen zin, hè. We hebben trouwens ook geen vis. Oké, 1, 2, 3, 4, 5. Hij gaat nou ook niet verder. Maar hoe zit dat dan? Oh ja, de brandstichter, kut. Oh, goede voor jou, Ruben. Oh. Is die al warm geworden? Ja, bijna. Oké, gaan we even hierin zitten. We zetten hem ook gelijk bij uit hoor, want... Ik was alweer bijna vergeten. Yes. Is dit goed voor de stress? Ja, het werkt wel. Oh, lekker. Ik miet het er toch op, of niet? Voor mij, het gaat wel naar beneden, ja, dat klopt. Want moet ik ze alle drie dan, of alle twee eruit draaien of eentje? Nog één keer. Maar moet ik ze dan alle twee uitzetten? Want we hebben hier de stoof timer en de stoof... Nou, zet ze maar allemaal uit, denk ik. Maar voor mij maakt het niet uit, toch? Want nou is die uit. De sauna is nou uit, alleen de thermostaat staat wel hoog. Dus... Of zou ik ze allemaal uitzetten? Dan laat ik voor de zekerheid helemaal uitzetten. Zo, even lekker plassen. Zo. Maar de vraag is nou... De eerste hebben we nog gehad, maar deze kan niet verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Want hij stopt na een tijdje, want naar beneden is na, dat is na, tegen de klok in, is terugdraaien. En met de klok mee is naar beneden draaien. Dus dan klopt het toch? Of zie ik dat nou verkeerd? Weet ik niet, Twan. Want ik heb volgende week zaterdag mijn eerste nachtdienst. Dus dat weet ik nog niet. Wanneer het volgende week is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb het idee dat ik het verkeerd doe, maar het kan ook aan mij liggen. Ik draai hem gewoon helemaal door. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus dat zouden we nou hebben gedaan. Want er staat, there are issues. Scroll each screw down at least 19 times. It can be more. And then scroll it up 7 times exactly. Dus ja, als ik niet verder kan, kan ik niet verder. Dus dan zou het nog wel goed weer, toch? Toch? Het zou wel goed weer. Alright, each turn change in 6 bottom values 12. Top value is 1. When you scroll up, you decrease the value and vice versa. Dat zou wel. Rocket cover. 7 mm, 6 stuks. Wat nog weer? Hallo? Andro, move! I have a new game, you are not on table, so fuck you. What the fuck? Doe ik het goed, Gerrit? Want ja, ik moet hem naar beneden, maar als je niet verder kan, dan kan ik niet verder. Dus ja. Rock cover, 7 mm 6. Rock cover, dat was die. Maar het bouwen vind ik op zich wel leuk, maar ik wil die bus hebben zodat we ook kunnen gaan rijden. Dat we dingen kunnen kopen zoals de olie, de belts en weet ik veel wat. Die hebben we nodig voor de motor, anders hebben we er nog niks aan. Rocket cover camshaft, 5 mm keer 2. Wat was het nou camshaft, hè? Hoe ziet dat ding eruit? Die moet in de engine. I had it then. Keer 2, dat heb ik gedaan. Nu komen we bij de camshaft gear. 10 mm keer 1. Camshaft gear. Oké, nou kan ik hem ook draaien, zie je dat? Dus hij zit vast. Dan timing chain. Die gaat hier omheen. Timing cover 6 mm keer 6. Clutch, crankshaft pulley, clutch pressure plate. Wat hadden we nou nodig? Ik heb hem al niet opgelet. De timing cover. Dat is deze. Tot hoe laat ga je door? Nou ja, ik weet niet of Patrick nog om 10 uur ervoor wil doen, schat. Ik ga gewoon. Want ik wil eigenlijk de motor sowieso klaar hebben, als dat kan. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dan komt weer de waterpump 7 keer 5. Even kijken, waterpump 7 keer 5.
waterpomp. Dus de fuel pump, electronics, de water pump. Hij wil wel doen, maar 1 of 2 portjes. Ja, dat kan jij want wel. Want hij is de baan. Dat kan wel. Dus ik hoop eigenlijk, want ik wil eigenlijk wel als het even kan die motor af hebben, want dan hoef ik die dingen niet meer bij te hebben. Als moet ik helemaal opzoeken waar we de vorige keer zijn gebleven. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Water pump pulley, 7 keer 4. Want ik wil eigenlijk, ik hoop dat we dat voor 10 uur halen, dat we de motor klaar hebben. Want dan kunnen we de volgende keer, kunnen we hem erin hangen en kunnen we de rest doen, zeg maar. Dan moet ik helemaal opzoeken waar we zijn gebleven. Water pump pulley. Crankshaft pulley. 11 mm keer 11. Crankshaft pulley. Pulley, dat is deze dus. Kijk, want nou is het lullige, wij kunnen ook niet verder, want we hebben die band niet. Die we er omheen moeten draaien zometeen. Alternator, 7 mm in. Alternator. Volgens mij ook hier ergens. Want daar komt die veersnaar aan. Oh nee, dat komt te boven. 20. Als we geluk hebben. Top. Ja. En dan 10 mm keer 1. 10 mm keer 1. En dat zit eronder. Ja, wat nou is het dus het lullige dat we dus eigenlijk niet verder kunnen. En dat komt omdat we geen veersnaar hebben. En daarvoor moeten we eigenlijk dat busje hebben. Waarom zie ik nog steeds geen blauw busje dan? Kijk, ik zou hem kunnen inspannen, maar dat is niet helemaal hoe het hoort. Maar dan kunnen we wel de motor afmaken. Eigenlijk zouden we die moeten kopen bij Timo. Alleen, ja. We hebben geen busje. En vroeger was het dus. Ja, dan had je dat busje al en dan kon je hem dus al ophalen. Ja, de trekker is er wel, maar dat duurt heel lang voordat je daar bent. Dus hebben we om 10:30 er nog niet. Dat ding is heel traag. Dus ja, we kunnen ervoor kiezen om nou te stoppen. Of we kiezen ervoor om het in te spawnen. Want we moeten die ventbelt hebben, anders kunnen we niet verder. Ja, maar als we dat busje nog hadden, als we gewoon het busje nog hadden, dan hadden we dat gewoon kunnen doen. Weet je, dat was dan veel beter geweest. Maar ja, goed. Maar we moeten ook echt heel snel wat eten hebben, want we hebben bijna niks meer. Sterker nog, dit is het laatste. We hebben hier ook niks meer. Ja, maar de brommer is heel gevaarlijk. De brommer is ook heel gevaarlijk. Met een busje kunnen we ook alles inladen. Dus wat gaan we doen, Chad? Gaan we hem inspawnen of stoppen we ermee? We moeten echt naar het dorp toe, want anders we hebben ook geen eten meer, hè?
inspawnen, inspawnen, spawnen maar in. Inspawnen. Wat zeg jij, schat? Inspawnen. Inspawnen? Ja. Oké, okay, dan slaan we het op. Ja, je kan ook eten inspawnen. Ja, ja, dat kan ook. Maar ja... Ja. Ja, oké, okay, dan moet ik dus teleport object, de vetbelt. Afgesloten. Fanbelt is wel met een F of niet? Of met een V? Ja, is MSC editor. Ja, ja, ja. Fan transform, heet die zo? Fan transform. Where to teleport, garage, driveway. Moeten we ook wat eten inspannen, jongens? Of misschien twee stukjes eten inspannen of dat niet? Maar ik wil ook niet te veel inspannen, want ja, dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk, hè? Ik zit even te kijken, maar ik zie zo niet eerder ertussen staan. Sausjes zie ik niet, misschien pizza. Ja, maar ik zie er geen ik zie er geen eten tussen staan. Ik zie geen pizza, ik zie geen sausages, ik zie geen macaroni. Dus we doen het gewoon zo en dan doen we save. Hebben we in ieder geval de fanbelt. Want ik wil wel de olie en zo zelf halen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Die gaan we niet inspannen. De olie en de brake fluid en zo, weet je wel. Die moeten we wel gewoon kopen. Vind ik. Het moet ook niet te makkelijk worden, hè. Dus als het goed is, zou de... Het begint al wat donker te worden, denk ik. Want het is nu, denk ik, 4:30. 6:00 zelfs. Dit is niet de fan... Dit is de bus. Dit is niet de fan trans... Dit is de bus. Dit is niet wat ik zocht. Ik zocht de veersnaar. De fan belt. Zocht ik. Niet de bus. Maar goed, we kunnen ook verkiezen om er naartoe te rijden natuurlijk. En dan kunnen we alles in één keer kopen. Alleen dan moeten we wel even de sleutel hebben. Want we kunnen er wel in, maar we hebben geen sleutel voor mee. Nee, ik bedoelde de venbelt. De veesnaar. Nou ja. Waar zit die ignition eigenlijk? Van dit ding. Ja, ik heb geen sleutel. Die moet ik dan ook even inspawnen. Dit was niet helemaal de bedoeling, maar goed. Vooruit.
mij was het aan Manage Keys. Hoe heet dat busje? De Rusco, de Hayoshiko, de Gifu of de Femdale is volgens mij die muscle car. De Hayoshiko of de Rusco? Hoe heet die bus? Hayoshiko? Nee, ik bedoelde de Fanbelt. Maar goed. We hebben nou de bus, dus daar kunnen we eventueel ook naartoe rijden. Maar dan willen we wel even kijken of we überhaupt kunnen rijden. Maar we kunnen er ook voor kiezen om hier te stoppen natuurlijk, hè. En dan, als het goed is, zouden we nou moeten kunnen starten. Hebben we hier ook een choke? Tuota 8-2. Ook een beetje muziek of niet? Hij doet het. Tästä tuulta aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Alright. Päivällä tuuli voimistuu. Ja hij moet voorwarmen, dat wist ik. Päivällä 12-16 metriä sekunnissa. Paikoin nutua tai sumua. Yöllä räntäsi. Oké, okay, nou hebben we ook de bus. Even kijken of ik kan de marker schakelen. Ja hoor. Kahden vuorokauden säätiedotus merenkulkijoille. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoon. Want voor mij... Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Dat zit niks in. Maar goed, we hebben ook in ieder geval de bus. Dus dat is fijn. Pohjallaan. Yöllä etelä- ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 40%. Jesus. Hoppakee. Maar we moeten sowieso nou eerst wachten totdat we... Kan ik ook door mijn raam heen kijken ofzo? Wat een typisch muziek. Zo. Dan gaan we wel even de bus vastvullen met zooi. Maar dan moet het raam open doen. Zo. Goed, we hebben... Ja, maakt niet uit. Maar dan kunnen we in ieder geval de ventbelt halen. Op een gegeven moment hadden we toch de bus. Dus nou ja, goed, we hebben hem nou iets eerder. Hebben we die nodig? Moeten we alvast wat gaan bestellen? Ik wilde eigenlijk die hebben. En die is op zich wel handig. Moeten we nog iets bestellen? We hebben niet zo heel veel geld, hè? Dus ik weet niet, hebben we nog iets nodig? Volgens mij nog niet, hè? Ja, deze hebben we nodig. De Seos Nitari, die staat hier. En de ratelding. Voor mij hebben we meer niet nodig, hè? En wat de rest kost namelijk heel veel geld, dus Leoparda. Ja, laten we die in de
hier neergooien. Dan is het handig om even die diesel ding mee te nemen. Maar ja, dat is ook een beetje het doel van de game. Hè? Geld verdienen en langzamerhand je... Dat is eigenlijk het doel van de game. Je auto upgraden. Maar goed, ik ben wel blij dat we de bus hebben. Nou, rijden met de bus, dat wordt vandaag niet meer. Omdat we natuurlijk straks dit voor gaan doen. Patrick is klaar, maar ik weet niet of jij klaar bent. Ik ben ook bijna klaar, ja. Dan pakken we even de dieseltank. Maar ik moet zeggen, ik ben blij dat we nou het busje hebben. Dat we bijna de motor klaar hebben. Maar dan is de auto nog niet klaar hoor. Want we moeten die electronics nog toevoegen. We moeten de bumpers nog toevoegen. Het dashboard. Weet ik veel wat. Maar de motor gaat de goede kant op. Kijk, voor die vrachtwagen dan is het misschien wel een idee om... zouden we hier naartoe kunnen spawnen. Maar is het, we moeten alleen even kijken hoe we dat gaan doen. Misschien met de... Ik weet niet of we die brommen kunnen optillen. Of zo. Want... we hebben natuurlijk geen follow me hier, zoals in farming. Om de bus ons achterna te volgen. Anders hebben we de bus daar zijn en de vrachtwagen hier, zeg maar. Laten we deze er even uithalen. Ons laatste eten. Meer hebben we niet. Nou, dan kunnen we nou even de sauna in. Even de boel even minder gestresst laten. Maar ja, dat, voor mij duurt dat best wel lang, dus. Ja, goed. Drinken hebben we gedaan. Dan moet ik even kijken. Als we nou gaan slapen. Het is 8 uur. Ik hoop dat we op tijd zijn. Als we opslaan, dan gaat die 2 uur verder. Dan gaan we... Ja, doen we nog een pilsje, schatje. Is het handig trouwens, jongens, om die stroom uit te zetten? Dat het ons minder geld kost? Al die lichten uit te zetten, zeg maar. Want hij gaat echt met een rap tempo omhoog, moet ik zeggen. Kijk, hij gaat nou een stuk minder snel omhoog, omdat ik minder stroom verbruik. Deze laat ik wel aan, deze. Oh, ja, ja. Ik weet niet hoe laat het in game is. 4 uur, nou en als we gaan afslaan is het 6 uur. Ik zeg dat is een mooie afsluiter. Voor mij heb je wel iets van een sleepkabel. Ja, klopt. Maar wat ik dan even ga doen, jongens. Dankjewel, mensje. Wat ik even ga doen, ik sluit deze stream even af. Omdat deze stream, die wil ik graag naar YouTube. Dan ben ik er met een paar seconden weer. En dan start ik hem gewoon weer. Dus blijf lekker hangen. Ik ben er met een paar seconden weer. Omdat ik dan twee aparte streams zet. Dat is net iets makkelijker. Jongens, daarentegen. Voor de mensen ook op YouTube. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze livestream van Minds of Car. Hopelijk hebben jullie genoten. Als het zo is, knalt u even een like erop. Mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker even. Dat zou ik super tof vinden. En uiteraard is het zo... ja, wanneer de volgende is, weet ik niet. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm! Ik ben er zo weer, jongens. Moment.